Als mensen een soort van romantische movement hadden, want hè, bij hetero's gaat het hier wat makkelijker dan bij, bij homo's, aangezien ik hier de enige... Oh, echt, ja? Ik ben hier de enige homo. Oh, maar die hetero's die plakken wel, zeg maar. Die gaan ja, die, plakken, die, plakken, die plakken aardig goed. Ook oud-inwoners die plakken ook aardig goed. Een beetje net als, als de lijmen. Gezellig. Ja. En, maar ik vind het wel... Dus als Arjan weggaat, hebben jullie best een probleem. Want ik bedoel, dit wordt dus niet meer bijgehouden. Ja, de moestuin wordt dan... Ja, wordt sowieso niet... Maar Adrien die dacht al een lange tijd geleden van... Dat was al een lange tijd geleden. Moet je hier eraf? Durf je het? Oh, je hebt slippers aan. Hè? Dus hier staan dit we dan... Het is wel echt een leuk pleintje. Ja, hè? Maar hier eten we dan ook bijvoorbeeld als we... bijvoorbeeld vorige week vrijdag aten we hier tapas, weet je wel. Dus dat zijn wel van die dingen waarvan je dan denkt van... Oké, doe je niet per se allemaal apart, maar dat doe je gewoon gezellig onderling met elkaar. Ja. En ja, dit is eigenlijk, dit zouden we eigenlijk ook nog allemaal bestraten. Maar, bestraten is zonde, want het is op zich, je kan er echt iets moois van maken. Ja, maar er staat nu zoveel niet moois. Ik snap precies wat je bedoelt. Maar, maar je bent zelf ook niet zo van de groene vingers. Ik ben zelf totaal niet van de groene vingers. Okay. Ook niet van de straat hoor. Maar dit is toch leuk. Waarom is die brug nou helemaal verzakt, jongens? Zo kwam die al helemaal, toen iedereen binnenkwam, was die al verzakt. Oh echt? Dat is de bedoeling. Oh, dit is de bedoeling. Een soort van. Dus, maar het is ook veilig om op te lopen, dus? Je kan niet oplopen. Je kan er niet oplopen? Wel, wel, wel. Oh, wel. Kan. Maar dat hoort dus een soort van. Ja, een soort van afgebroken te zijn, weet je wel. Dus, heel landelijk. Laten we het zo houden. De meer zat niet er ook. Zo, hè? Oh, nee, maar ik dacht met mezelf Eén van. Omhoog. Ja, voordat het in het water gaat. Het gaat niet in het water. Oké, okay, hihi. Het meer was er ook nog niet. En dit is dus een enorme visval? Nee, hoe ga ik dit in godsnaam beschrijven? We hadden de meerspelen, weet je, de Olympische Spelen, maar dan onder de Utopianen. En dan moest je met... Moest je dus over de balken heen en weer gaan lopen. De balken zijn gebleven. Dus Adriaan en Jens, die hebben op een gegeven moment hebben een soort van plateau gemaakt. Zodat we daar, met de lounge die dus daar staat, dat we dat daar konden plaatsen en alles. Toen is het weer eraf gehaald en nu is het nu de werkplaats om kistjes te bouwen. Om dat aan elkaar te schroeven, want ze vinden dat fijn op het water. Interessant. Logisch! Oh. Zullen we rennen? Maar dat zijn echt van die dingen waarvan je denkt van oké, interessant. Ja. Hier zijn de eendjes. We hebben ja, eenden, oh, loopeenden. Oh, dit is een loopeend, ja. Ja, het zijn geen normale eenden. Nee, ik zie het. Het is een loopeend. Niet zo paniekerig. Ja. Eend. Dag jongens. Hoe heten ze? Eentje heet Cookie. Dat is Cookie. Cookie is die bruine. Ja. Het is een hele multiculturele samenleving. Ja, dat is, ja, dat is lijkt Nederland wel. Mooi. We hebben eentje die heet Ria. En welke is dat dan? Ja, met een, dat is een witte eend met een enkelbandje. Oh, die... Oh. Ja. Ria heeft volgens mij niet iets helemaal iets goeds gedaan. Maar, is het Nederland, Ria? Of trots op Nederland, maar zitten. Oh. Heeft niks. Voor mijn tijd? Nee. Trots op Nederland. Trots op Nederland? Ze stond in een zwembad. Nee, laat maar. Laat maar zitten. Kijk nou wat hij doet, dat is toch leuk? Hij speelt met een bal. Ja, maar we hebben hier ook paddenstoelen die groeien, dus ze eten paddo's. Maar loopeenden, waarom loopeenden? Want ze lopen wel heel schattig, moet ik zeggen. Ja, dat, echt... dat even voorop. Ik bedoel, kijk achter je, kijk hoe schattig dit is. horen die zo te lopen? Ja. Dat, of zijn ze erop gekweekt? Nee, die horen echt, die lopen gewoon zo. Het is gewoon zo'n soort eend. Het zijn echt gewoon loopeenden. Oh, vertel me meer over de biologie. Ja, nou, ik oh, er weet... lopen er nog veel meer daar. Ja, we hebben er 10. Oh, jezus. En volgens mij denk ik dat een van de twee, van de witte, dat Ria is. Ja. Want je hebt de ouderen, om het zo te zeggen, en je hebt de jongeren. Ja. Dit zijn de jongeren met eendjes. Ja. Voor mij zeg ik, waar bijna mensen zeggen. Ze zijn wel super schattig. Ja, ze zijn echt super. En spiegels, waarom? Dit is ook zo natuurlijk in Utopia, vind je niet? Ja. Kijk dan ook, het is zo elegant met die slipper. Work. Fashion, look at that. Echt, hè? Nee, de spiegel is omdat Frenny heeft nog niet haar eigen dansstudio hier. Dat is dus ook wat er in de gym komt. Er wordt een gedeelte wordt spiegels geplaatst zodat ze kan dansen. Oké. Okay. En de andere helft wordt dan wel echt fitness, gym, sporten, wow. Allemaal dat soort dingen waarvan... Sporten, wow. Wow. Leuk. Oh, daar is Varken nu ook. Nou, daar ja, gaan ja. Even naartoe. En dan denk ik dat ik zo meteen wel weer richting huis moet. Mag. Gok ik. Ja. Of is er een feestje vanavond? Nee. Nee, ja. Ik moet ook gewoon naar huis. Deze meid is moe. Ja. Maar dan moet jij even die jurk van die meid aanproberen. Want anders heb je geen jurk meer.
Dat is zeker waar. Voor mij kan de pruik nog wel even hier blijven, had ik bedacht. Ja? Had je dat bedacht? Had ik bedacht. Ik weet niet hoe ik dat kan checken, maar ik had het bedacht. Anders had ik nu wel even een check gekregen. Oké. Ja. Volgens mij kan dat wel. Ja. Ja, ja, dat kan. Ja? Mooi. Leuk. Ik ben echt heel blij met dat je dit überhaupt tijd hebt gemaakt. Ja, joh. Ja. Kijk, de kippen. Dag, varken. Dit is Katie. Dag, Katie. Is het een vriendelijk varken? Ja. Ze bijt niet. Maar Katie is soms... net als dat wat vrouwen natuurlijk, wij vrouwen natuurlijk hebben. Ze hebben soms geen zin in. Ja. Dus ik weet niet wanneer die ze is nu de hoek in gegaan, volgens mij, dus. Nee, de hoekie. Is dit een hoekie? Nee, geen idee. Ja, ze probeert overal wat te eten. Katie! Katie! Nou, ze zit nou weer daar. Ik vind het goed. Wat is, ja, het houdt een keer op, hè. Ja, ze komt weer terug. Nee, ja? Of niet. Nee? Meid! Nee! Laat maar. Katie is onze soort van mascotte. Oh, daar is ze. Oh, ze gaat in het... ja. Katie is onze mascotte. We hebben ook... volgende week krijgen we 1000 Katie-knuffels naar ons toegestuurd. Waarom? Ter verkoop. Ah, Katie. Wat ben je... Nou, het is wel een leuk beest. Ja. Alleen, ze vindt ons... Nee, dat doen ze. Doen ze dat? Ja? Oh. Nou, ja, dat is niet makkelijk lopen hier. Nou, we kunnen wel op die twee stenen gaan zitten of zo, maar dan zit hij wel met die pomp die dan even uitgeshopt moet worden of uitgefotografeerd. Of we kunnen op de ding staan, op het steigerding. Nee, ik ga niet op deze hakken op het steigerding. Oh, wat ben je? Ik kan dat zo maken. Van hier. Strak plan. Ja? Helemaal leuk. Goed idee. Voorzichtig. Ja, dat kan, op de voorvoet. Ja, dat is. Dus. Nou, dan mag jij vooraan, want jij bent natuurlijk utopiaan. Of utopolaris, hoe noem je dat? En dan ga ik op deze. Hier, als jij nou daar gaat zitten... Oh, je mag ook hier erbij komen, dat vind ik ook goed. Ja, gezel. Maar dan moet je wel een beetje mooi gedrapeerd... Kom zitten. Het is naar mijn kont. Moet je even je kippie Nee. Doen, oh. Wat moet ik doen? Nee, jij hoor. Wat? Tiet. Ja, jij je tiet. Hoppatee. Ja, oké, okay, wacht. Er zit er maar eentje wacht in. Wacht even, wacht heel even. We doen even... Een drapeer. Een drapage. Zo, voilà. Wauw. Oké, 3, 2, 1. Dat is 1. Dat is een bot. Wil je er 2, toch? Ja, ja, ik wil er ook 1. Mag je dat? Moet ik hem even wisselen? Doe het even altijd weer. Nou, dat geeft niks. Rustig aan. Met markt is het altijd van dat mensen zitten van... ik wil nu een foto. En zit de vrijwilliger zitten van... ja, maar we wisten nu. Nee, maar ik wil nu een foto. Wie? Marketing? Met de markt. Oh, de markt. Ja, dan verkopen we dus ook Polaroids. Eentjes. Ja, kom eens op schoot eentjes. Dat was zo leuk geweest. Ja. Er gaat ook een soort van kat ging de boom in. Ja, we hebben kat, de Keesjes, de zwerfkat. Oh. Oké. 3, 2, 1. Yes. Awesome. Okay. Nou, helemaal utopilarisch. Utopilarisch. Ik heb nog één. Oh, ja, nog één? Met deze toch? Ik dacht dat die geteld toch? Even kijken. Je wordt wel mooi gedrapeerd. Ja, dat... Ja, zonder dat je de zilveren hak ziet, want dat matcht je totaal niet mee. Met de fontein erbij. 3, 2, 1. Ook nog een close-up? Ja, joh. Oké, 3, 2, 1. Oh, Jordi. My God. Oh, Tiffany heette. Sorry. Oh, je tiet. Oh, oh. Nee, ik denk nog eentje. Tiffany. Ja, mooi. Awesome. Top. Heel top. Thanks. Asje. Nou, dan moet je die andere jurk even aan gaan doen. Of wil je het allemaal af hebben? Weet je wat ik doe? Ik doe even gewoon een normale fitje aan, maar dan doe ik ook gewoon nee, lekker kijk op. Gewoon even of de andere jurkje erbij past. Ja? Kom op, vrouw. Nou, je hebt nog een dag te doen. Dat is zeker waar. Zal ik ze binnenleggen, joh, Tiff? Doe maar. Ja? Misschien heb je nog wel een feestje vanavond. Of heb je een of andere date? Nou, ik hoop het niet. Misschien wel een van die vaste gasten wel met de nieuwe... Met Tiffany er vandoor. Weet jij? Oeh! Gaat het nog? Ja, mijn zender viel van mijn panty af. Ik heb voor het gemak dat je niet continu heen en weer hoeft te lopen met je hakken... heb ik vast de tassen in de silo gelegd. Oh. Maar dan zal ik eventjes nog even de outfit change doen. Ja, doe jij even je outfit, ga ik in de silo wachten. Top. Nou, ik wacht wel even buiten, want het is weer warmer. En ik ga even kijken of ik die zender kan herplaatsen.
Party. Oh god. Ha! Hi. Did somebody order a hooker? Huh? Hey, wil je me heel even helpen? Met? Dit even eruit sippen. Ik doe even een ander dingetje aan. Het is moeilijk me op hakken lopen. Ik kan me voorstellen. Meid. Maar ook hier, wanneer de paden ook gewoon ja. Niet... Wacht. Nee, precies. Dat vond ik leuk om te doen. Maar wel tof. Ja, weet je wat ze is? Wat ze zei? Ze zei, als taxi's voorbij, als taxi's zien dat ik in de taxi wil, dan reis voorbij. Precies dus wat ik dus wou hebben. Precies dus wat ik wou laten zien. Waar je het over wil hebben. Ja. Ja, tuurlijk. Even kijken hoor. Zo. Top. Zo, ik leef. Dankjewel meid. Maar wel leuk gehad. Ja, super. Ja. Ja. Maar je ziet er wel echt als een goede drag uit. Wel anders, hè? Ja, heel anders. Maar ik voel me zweten, man. Oh. Nou ja, tof, man.